Welkom, beste leerlingen van het tweede jaar. Alvorens we starten met de digitale lessen Nederlands, gaan we eerst enkele afspraken afspreken, zodat alles duidelijk is voor jullie en zodat jullie weten wat er van jullie verwacht wordt. Je vindt deze PowerPoint steeds terug op Smart School en het filmpje blijft ook online staan. Het staat er allemaal vrij duidelijk in uitgeschreven, dus je kan het ook allemaal nalezen. Laten we eens gaan kijken. De structuur van de lessen. Aan het begin van de week krijgen jullie van mij over het algemeen meerdere instructiefilmpjes. Als ik bijvoorbeeld een stukje wil uitleggen over een tekst of een stukje over een bepaald onderdeel dat meer met grammatica te maken heeft, dan ga ik dat splitsen in verschillende filmpjes, zodat jullie zeer duidelijk weten welk filmpje bij welk stuk van de cursus hoort en geen lang filmpje waarin je alles moet gaan zoeken. Je zal me in de filmpjes ook horen vragen om oefeningen te maken in de cursus. Dat doe je dan ook en je bewijst mij nadien dat je je cursus wel degelijk aanvulde. Het gemakkelijkste is dat je foto's uploadt op Smart School. Zorg er wel voor dat die foto's toch min of meer duidelijk zijn. Op het einde van de week dan zal er een live sessie gehouden worden om vragen te beantwoorden. De leerkrachten gaan waarschijnlijk afspreken wanneer zo'n live sessie zal plaatsvinden. Je hoort daar dus nog van. Je maakt dan ook bijhorende taak of taken. Buiten het aanvullen van je cursus zal er dus meestal ook een taak zijn. En je plaatst ook die in de correcte uploadzone op Smart School. Per week zullen er dus waarschijnlijk 2 uploadzones zijn. De week nadien dan krijgen jullie de verbetersleutel van je cursus. Die zal op Smart School geplaatst worden. Zodoende is jullie cursus altijd up-to-date en in orde. Waar krijg je nu punten op? Erg belangrijk. Ten eerste het bewijs dat je je cursus aangevuld hebt en dat de oefeningen gemaakt zijn. Daar krijg je punten op. En het belangrijkste punt staat natuurlijk op die taken die je zal krijgen. Ofwel is dat een document dat je moet uploaden, dat je moet, downloaden in Smart School, digitaal moet invullen en nadien in de uploadzone moet plaatsen. Oftewel is dat een boekwidget die je gaat moeten maken. Ik denk dat jullie daar al mee vertrouwd zijn, maar het is een nieuwe tool op Smart School. Je kan deze vinden onder het mapje Nederlands en dan zal je links oefeningen zien verschijnen. Nu, van zodra het zover is, geef ik hier in het volgende filmpje ook meer informatie over. En dan tenslotte nog, wat is belangrijk? De taken worden in de uploadzone of via boekwidgets meteen verbeterd. Bekijk daar dus je fouten en bekijk ook de feedback die ik geef. Dus je opent meestal ook in het document, want daar zal in het rood aangeduid staan wat je fout deed. Of bij boekwidget staat het er rechtstreeks bij. Alles wat we dus niet maken in de cursus, mag als extra oefening gemaakt worden. Je mag daar gerust ook een verbetersleutel van vragen. Maar vergeet niet dat ik een aantal oefeningen laat vallen, omwille van het feit dat je die misschien nog niet kan maken. Wees tijdig met vragen stellen. Ik ben steeds ter beschikking via mail, maar je kan ook sneller een live sessie aanvragen. Lees ook goed de cursus door. De ene keer ga ik de cursus rechtstreeks projecteren en daar dus op praten. De andere keer zal het zoals hier een PowerPoint zijn. Ik ga dus steeds goed kijken wat er aan informatie in de cursus staat. Herbekijk deze filmpjes zo vaak als nodig en vergeet ook niet dat je ook altijd internet als hulpmiddel hebt. En tot slot, natuurlijk, klakkeloos overschrijven van elkaar levert steeds 0 op. Daar staat een letter te veel, die mag je negeren. Let daar goed voor op, het valt altijd op wanneer je dat doet. Dus doe dat niet en dan komt alles dik in orde. Dat zou het moeten zijn, dan weten jullie wat er van jullie verwacht wordt en dan hoor of zie ik jullie graag terug volgende week wanneer we echt van start gaan.